Ja mensen, jullie hebben het gezien aan de titel. Het is weer prengtijd. Ik ga Tuur weer terugprenken. De laatste keer dat er geprengd is, heeft Tuur mij geprengd door mijn Tesla een beetje onklaar te maken. En nu is het weer tijd om hem terug te pakken. Dat ga ik doen hier met zijn computer. Ik sta hier op zijn slaapkamer en ik ga hem terugprenken door zijn PC onklaar te maken. Dat ga ik doen met een paar pranks. Waarom met zijn computer? Tijdens de lockdown zoals we nu in zitten, zit Tuur bijna zijn hele dag op de computer. Het is voor school, het is voor te gamen, het is voor gewoon online lessen te volgen, huiswerk te maken, Fortnite te spelen, maar ook met vrienden te chatten of op gewoon online te zijn. Dus hij zit er heel veel op nu tegenwoordig, is er bijna niet af te krijgen. Dus als ik hem ergens mee kan pakken, is het hier wel mee. Daarnaast, je hebt het in de laatste game video kunnen zien, dat hij een nieuw scherm heeft en een nieuwe webcam. En een nieuwe muismat, maar zijn computer is nog steeds de oude computer van Ties. En die is inmiddels een jaar of vijf denk ik oud, misschien wel zes jaar oud. Dus die loopt een beetje op zijn laatste benen en Tuur is daar de laatste tijd behoorlijk over aan het mopperen. Dus ik ga hem eens een beetje extra irriteren door nog wat gekke dingen met die computer uit te halen. Wat ik allemaal ga doen, dat zie je na de intro. Daar gaan we. Tuur is er nu natuurlijk niet en ik ga me een beetje pranken door een paar pranks uit te halen met deze computer van hem. En dat doe ik over een paar dagen verspreid, zodat hij niet denkt van hoe kan dat nou op één dag een paar van die rare dingen met mijn computer. Dus ik ga een paar dingen met hem uithalen met deze computer. En de eerste is dat ik bijvoorbeeld zijn scherm andersom draai. Dus dat stel ik even omdat het scherm omdraait. En kijken hoe die dan reageert. En zo doe ik een paar dingen achter elkaar de komende dagen. En ik laat het jullie zien. Ik ga natuurlijk een verborgen camera hier neerzetten. Ik ga ook hier een cameraatje neerzetten. En dan zeggen dat we zogenaamd een game video opnemen. En dan zetten we daar altijd een cameraatje neer. Dus dat doe ik nu ook weer. Ja, wat ik als eerste ga doen is zijn muis instellen. Dat hij een beetje vertraagt. En zijn scherm omdraaien. Dat is irritant, dat is simpel te doen. Dus daar beginnen we eens mee. Ik laat het jullie even zien. Kijk, de muis kunnen we natuurlijk heel simpel hier het aanwijzerspoor weergeven. Nou, dat is zwaar irritant. Kijk, dat ziet er zo uit. Krijg je zo'n sleebeweging. Zwaar irritant. Dus dat stellen we eens even in. Kijk, hop. Dat is wel leuk. En we gaan het scherm instellen, dat hij op zijn kop zit. Scherm liggend gespiegeld, huppakee, kijk, zat hij op zijn kop. Wijzigingen behouden, het is heel maf om dit te doen. Kijk, zo, dat is wel grappig. Nou, dat ziet er op zich heel maf uit. Zo, ja, kijk. Nou, het scherm is gedraaid zoals je ziet. Ik ga nu eerst de cameraatjes positioneren en dan wachten tot Tuur thuis komt en kijken hoe hij op deze pranks alvast even reageert. Daarna komen er dan natuurlijk nog meer. Nou, de verborgen camera is hier gepositioneerd. Kunnen we het zo filmen en nu even wachten tot Tuur thuis komt. Hij komt zo thuis, dus even wachten. Jeez. Bob? Ja? Ik weet niet wat te noemen met de computer aan mij. Dat is maar het scherm staat op de kop en Moses op de hand ofzo. Tch, dat is wel heel maf. Eens kijken. Met dat is wel heel raar, hè? Zeg, heb je het gedaan? Nee, ik kom naartoe. Ik kan het wel fixen, maar... What the fuck? Ik start dat ding op... Ja, dit is wel raar, inderdaad. Ja. Ja,
Dat weet ik wel net, ik ben ook een computerexpert. Ja, ik werk wel weer het convex, maar dat is gewoon raar. Ja, wie moest dat fixen? Nou, nee, dat is jullie aan de instellingen. Ik heb alles op de kop. Ja, dat is kut. Ik weet niet, hoe is het kutste? Ah, dat is bad. Ja, dat springt er dus vanzelf op. Ja, ik weet het. Die computer en die moesten was ook shell die tegen. Ja, maar dat is volgens mij ook wat te fixen. Ik ga eerst zo'n soort kruidje. Alleen, nu niet meer dus. Oké, okay, ja, nou. Dat doen we fix. Ja, dat heet toch weer? Nou, ik heb het weer zo goed als kunnen fixen, maar... Oké. Okay. Maar raar dat dat ook goed zichzelf zo duidt dan? Ja, ik vind het ook maar raar, maar het zal wel. Ik zei toch dat dat ding een keer op zijn laatste poort leek? Ja, dat is wel maf, joh. Oké, okay, jongens, dat was stap 1 in de prankserie. Maar we gaan nu een stapje verder. Het is een paar dagen later en ik ga nu pranken met Fortnite. Ik heb iets geïnstalleerd waardoor hij waarschijnlijk tijdens een potje Fortnite gewoon opeens de computer uitvalt. En dan ga ik zogenaamd zeggen dat dit een opname is voor een gamevideo. Dus ik kan hier een cameraatje neerzetten. Kunnen we mooi zijn reactie filmen en dan popt hij er gewoon opeens uit. Kijken hoe boos hij dan wordt. Gaan we. Oké, help. Oké. Okay. Nou, veel succes. Komt goed. Hoi. Hoi. Yo, kijkers van Kwartier Gemandier. Dit is weer een gloednieuwe Fortnite video. En vandaag gaan we even lekker solo spelen. En ja, dan gaan we zien wat eruit komt. En ja, ik heb er heel veel zin in. Dus let's go! The fuck? Alone? The fuck? Zit ik net eindelijk in een fucking opname dat het kut denk ik. Bob! Oh, hoe is dat? Met mijn en een kutcomputer. Het probleem met deze computer is, moet opnieuw worden opgestart. Er worden foutgegevens verzameld. Jezus, 0% voltooid. Even vastleggen, ik kan dat opsturen misschien. Ja, maar dan zei dat is de hele tijd. En de hele tijd is het zo'n andere kutcode. Ja, dat weet ik ook niet wat ik daar met moet. En hoe moet ik nu opstarten? Ja, maar dat duurt dus elke keer als ik... net in een potje zit. Ja, die kan je toch wel niet helpen. Ja. Nu opstarten. Hij redt het ook op zichzelf. Nou, dan doen we dat game video wel een andere keer, of niet? Ja, ze denken dan nooit wel. Oké, dat was wel geslaagd denk ik. Laatste fase van deze prank video is dat ik een programmaatje installeer waardoor zijn scherm kapot lijkt. Maar goed, dat ligt zo voor de hand dat hij er dan waarschijnlijk wel achter komt. Maar dat maakt niet uit, dan kan ik hem dan verrassen met het feit dat het een prank is.
Dus ik ga nu een crackscreen appje erop zetten en laat ik jullie even zien. Dus deze. Kijk, als je die activeert, dan lijkt het net alsof het scherm gebarsten is. F11 en dan lijkt het net alsof het scherm echt gebarsten is. Nou, kijk hoe die daarop reageert. En dan is het wel genoeg geweest voor deze prank. Kijk, het ziet er eigenlijk wel grappig uit zo. Het is toch een redelijk overdreven gebarsten scherm zo, hè? Ja. Als je dit ziet, dan zal ik wel weten hoe laat het is, denk ik. Dikke prank. En dan was zeker. Dikke prank. En dan was zeker ook voor toen het scherm op de kop stond. Ja. Toen het scherm op de kop stond. Maar die tweede toen ik op zat te nemen, was jij dat of was dat gewoon de computer? Ja, dat was ik ook. Ja, maar ik kreeg ook de hele tijd, ik kreeg precies dat de hele tijd als ik iets opstart. Ja, ja, dat zou ik ook zeggen als ik een nieuwe computer zou willen. Nee, ja, dit is natuurlijk heel opzichtig, dus die heb ik als laatste bewaard. Ja, het is een prank, dus... Deze ligt wel heel dicht bovenop, die andere was je toch enigszins geïrriteerd, toch? Ja, ik was bij ze allemaal geïrriteerd, behalve deze. Oké. Okay. Nou, dat was de prank. Kom eens even bij de deur. Ik zie ook dat er daar nog in staat. Ja, daar staat ook nog een kamer. Daar gaat mijn telefoon. Ja, dat is een kansier, zie ik de telefoon net te vallen. Althans van de zonen. Wow. Nou jongens, het is volgens mij nu 4-2 voor mij qua prankstuur, dus je hebt nog wat in te halen. Maar de volgende, ja, die telt voor 5. Oké. Okay. Nou, nee, die telt voor 3, laten we dat afspreken. Ah, oké. Okay. Nou, we hebben inmiddels heel wat pranks. In de beschrijving kun je het de linkje zien naar andere pranks en naar onze playlist van de pranks. Wil je meer pranks, laat het weten. We weten dat jullie ze wel redelijk leuk vinden. Ja, ik ga op tenen staan. Ja, je bent bijna net zo groot als mij, maar dat duurt ook weer even. Ja, bedankt voor het kijken en ik zie jullie, of we zien jullie de volgende keer. Joe, later!